kopje thee en dan lekker bijkomen op Rodi.nl. Met het nieuws en gebeurtenissen uit mijn eigen regio wanneer ik het wil. Rodi.nl. Al het nieuws, cultuur en sport overzichtelijk op één plek. Nieuws uit jouw regio. In Alkmaar, Amsterdam, Noord-Waterland, de Zuidstreek, Kennemerland en Friesland, de kop van Noord-Holland. Rodi.nl. Nu nog 6% btw. Altijd goed in onderhoud.nl. Wat heb je nou aan 7, 14 of 20% bijtelling als je zelf je auto betaalt? Dan gaat er heel wat voordeel aan je voorbij. Ten onrechte, vindt Opel. Daarom gaat Opel zich 100% inzetten voor mensen die van hun zelfverdiende geld een eigen auto moeten kopen. We introduceren de 0% modellen. 5 jaar lang 0% rente voor een fonkelnamelijk mooie Opel. Alles erop en eraan, behalve rente. 5 jaar lang. Dit is het moment voor een Opel. Let op. Geld lenen kost geld. Nu, bij HEMA. Koop een staatslot en maak kans op een HEMA cadeaukaart. Ter waarde van 100 euro. Aandacht. Echte aandacht. Je ziet het steeds minder. Bij iWatch-opticiens nemen we juist de tijd. Zeker voor een multifocale bril. En daarop geven we nu 200 euro korting. iWatch-opticiens. Meer oog voor jou. Nu met Plus, mega meevallers. Bijvoorbeeld spaar fruit of citroen per stuk slechts 1 euro. Plus, kleren erop per zak, ook maar 1 euro. Plus geeft meer. Deze week bij WKAM.nl, Happy New Home. De Casey 6-persoonshoekbank van 1099 voor maar 699 euro. En 20% korting op nog veel meer banken. Kijk dus op WKAM.nl. Tot snel. Wat geeft u uw kind mee? Maak toekomstplannen mogelijk met de spaarverzekering van Dela. Met het coöperatiespaarplan zet u geld opzij tegen een aantrekkelijke vaste rente. Kijk op dela.nl/spaarplan. Dela, voor elkaar. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluit. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. In Oud-Karspel is het 12 graden. Dit is een uur van 12:30. Morgen is het exact 1 jaar geleden dat huisarts Nico Tromp uit Uitjehoorn zelfmoord pleegde. Dat gebeurde nadat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar hem had ingesteld. Tromp zou buitensporig en normoverschrijdend hebben gehandeld bij de euthanasie van een patiënt. Het Openbaar Ministerie deed onderzoek, maar zonder eerst met Tromp zelf te praten. De huisartsenpraktijk waar Tromp werkte is na zijn dood opengebleven en doorgegaan met de geest van Nico Tromp. Praktijkassistent Sonja Blokker, die jarenlang met Tromp samenwerkte, zegt dat zijn dood niet nodig is geweest. Ik wil alleen vooral dat men weet dat het hier op de praktijk allemaal goed gaat. Dat wij eigenlijk best wel een beetje trots zijn hoe het dit allemaal met z'n allen goede schouders eronder en hoe we dit allemaal voor de patiënten zo normaal mogelijk hebben kunnen laten gaan. En wij zeggen ook wel eens tegen elkaar van, goh, ik denk dat Nico er wel trots op zou zijn hoe het hier allemaal even goed doorgegaan is. Hij heeft een prachtige, samen met de vrouw, een prachtige praktijk opgebouwd. En wij hadden allemaal zoiets van, we gaan ervoor, het moet allemaal zo goed mogelijk doorgaan. Dat was Sonja Blokker, praktijkassistent van huisarts Nico Tromp. En morgen is het exact 1 jaar geleden dat hij een einde aan zijn leven maakte. Rondkorts voor twee in de lunchroom kunt u luisteren naar het hele gesprek. Omwonenden van de IJmuiderslag in IJmuiden aan zee balen van de straatraces die daar worden gehouden. De bewoners zetten een filmpje van zo'n race online. En verslaggever Misha Kortzek is nu in IJmuiden. Dag Misha. Hoi Barbara. Hoe gaat het eraan toe bij die nachtelijke races? Ja, het zijn voornamelijk jongeren die even hun auto willen uittesten. En ik moet zeggen, wij rijden hier naartoe op de Herentuinweg. En dan moet je wel erg goed opletten dat je niet te hard rijdt hoor. Het is wel een weg die erg uitnodigt om te hard te rijden. Dan ga je een stukje bij de slag op, maak je een mooi rondje. En daar zijn ze gefilmd, daar gaan ze heel hard. Nou, mensen hier zeggen dat het incidenteel is, wekelijks. Maar er zijn genoeg mensen die er toch wel echt last van hebben. Mevrouw Koen, merkt u wel eens dat het te hard gereden wordt hier? Op zich hier naar het strand niet, maar wel een stuk eigenlijk vanaf de IJmuiderslag van de Duisberg, gelijk hier naar het strand, daar rijden ze heel erg hard. Vooral motors, gewoon auto's, maar je ziet ook gewoon auto's gewoon stoppen en daarnaast elkaar gaan staan en dan rijden ze daarna weer heel hard hier richting het strand. Dus vanavond als we samen met de honden uitgaan, dan komen we dat heel vaak tegen. Zijn dat echte races, denk u? Nou, of het echte races zijn, weet ik niet. Ik denk ook voornamelijk ook voor jonge lui die dan samen willen kijken hoe hard hun auto gaat of wat dan ook. Dus, ja, ook de rijden, het gaat gewoon een stukje hier al. Je kijkt strand, dan rijden ze gewoon in je mag 50, maar ze rijden zo
kan ik niet aan. Een beestje kan niks doen. Wat heb je juist? Begrijpt het wel een beetje met paardrijden? Nee, absoluut niet. Het is niet de uitnodiging om heel hard te rijden. Het is niet leuk. Rijdt jezelf nooit te hard? Nee, eigenlijk niet. Ik ben van tot gaat tot heel truttig. Ik word hier altijd als ik maar 50 rijd. Ook voor de andere stukken van Leeuwen Duinberg. Ik word altijd ingehaald. Ja, reacties uit IJmuiden. Wordt er ingegrepen, Micha? Denk je? De gemeente is er wel mee bezig. Voorlopig wordt er niet ingegrepen. Voorlopig wordt er alleen nog geflitst door de politie die hier af en toe staat. Er komen plannen in 2016 en dan misschien in 2018 een drempel of een verandering van de weg. Ja. Ja, maar vinden mensen die er last van hebben of het te gevaarlijk vinden dat ze voldoende? Ja, dat hangt natuurlijk van de plannen af. Hè. Kijk, het echte gevaar ligt er maar in. Als je hier gewoon s'avonds hard of te hard rijdt, dat je inderdaad tegen een hertje aanrijdt. En dan zijn de gevolgen niet te overzien. Dankjewel voor dit moment. Hier staat de kortje. Collega's van Waardemering op mijn verzeer in het Wilversum te lezen. Zelfs de professor van de wethouder van de gemeenteraad. Collega's denkt dat de fusie het is in 2019 of 2020 kwijt. Op die manier is het genoeg tijd om de fusie voor te rijden. Van twee keer is het voor de tijd ingebroken in de supermarkt in Zand. Iedereen is gestrest na de inbraak met een vluchtauto. En daarna gingen we lopend verder. Mogelijk de daders zijn nog niet gevonden. De twee inbraak zijn een flink klap voor supermarkt uit naar andere nieuws. Ik heb drie keer over de inbraak van de inbraak. De auto is gekozen voor de tweede nachtpas. En een uur later begon de weg van de inbraak tegen de daders bij haar. En om 18 uur over de politie op te bellen dat we de kopjes van de aanrijding hadden gehad. Maar helaas, dat is ook niet goed. Meer nieuws, ik ben er echt voor je. Of op ons, hè? Nou, weer, vanmiddag heb ik de zomer met flinke buien over. De buien die gaat van de inmiddag in Winschoten. Blinkrijk naar het zuiden tot zuidwesten en wordt aan zee hard. Temperatuur staat voor een 15 graden. De rest van de informatie, wat kan ik als vanmiddag? Barbara, goedemiddag. Rekening houden met zware windstoten op de weg en de vlucht over de Zuid-Kanaal Zee. Dat is wel goed geweest en dat betekent dat de tijd is niet meer weg te dragen met dames. Dankjewel. Wat is er nou gebeurd, hè? Ook maar compleet in het teken van Alkmaar inzet.
omzet, dat vieren we samen. Kijk voor alle info en het complete programma op 8oktober.nl.
extra snoeien zijn fotografen maakt een prachtig, zeer indrukwekkend fotoboek Bella Donna's. Is een eerbetoon aan de 102 vrouwen met borstkanker. Ze zijn zo meteen bij ons. Tot zo meteen. De 3 oktober-tekening van de staatsloterij heeft een prijzenpot van maar liefst 20 miljoen euro. En de jackpot staat op 14,3 miljoen euro. U heeft nog maar 3 dagen om staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Maak het feest weer los. Sta oog in oog met Bera uit Bulgarije. Koop op het Abeiland tussen de Rinstaatmaties. En bewonder de tijgers en leeuwen van Stichting Leeuw. Landgoed Hoenderdaal in Anna Pallona. Daar word je toch wild van? Nieuw bij Staatslot XL. Met deze speloptie heeft u een extra prijs op de prijzen van 100 tot 1 miljoen euro. Voor slechts 2,50 extra. Wat zit er toch veel verpakt in plastic? Koek, snoep, shampoo. Het is meer dan ik altijd dacht. Maar wist je dat als we plastic apart houden, het hergebruikt kan worden? Ja, en kunnen we er niet meer van afval scheiden, samenhalen we eruit wat erin zit. Wat doet u met uw plastic in huis? Surf naar indegoeiebak.nl van HVC. Wanneer ben je op kantoor, denk je? Ik ben al op kantoor. Maar je was op de bouwplaats, zei je? Ja. Oh. Wat als uw bedrijfswagen ook uw kantoor is? Dan is het vast een nieuwe Renault Trafic. Met volledige integratie voor uw smartphone, tablet of laptop. U rijdt hem al vanaf €72 per week. Ervaar hem zelf bij de dealer. Krijgt u ook wel eens opmerkingen over het volume van de radio of tv? Doe dan op donderdag 9 of vrijdag 10 oktober de Vaterswoordtest bij Schoonenberg. U bent van harte welkom en neem gerust uw mobiel. 9 en 10 oktober Vaterswoordtest bij Schoonenberg. Ras, it's in paper en... Lieve kleur. Je nieuwsgierigheid om dingen te leren, die heb je van je moeder. Maar je studie straks, die krijg je van ons samen. Ik ben nu al benieuwd wat je later wil worden. Prinses. Wat geeft u uw kind mee? Met de spaarverzekering van Dela, het coöperatiespaarplan, zet u geld opzij tegen een aantrekkelijke vaste rente. Wilt u uw kind ook iets meegeven? Kijk vandaag nog op dela.nl/spaarplan. Dela, voor elkaar. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële.